was een beetje geschrokken over die futuristic plannen van Ray. En ik was verantwoordelijk voor marketing. En ik dacht, this is going to cost. En ik dacht, ik heb geen klanten die ervoor willen betalen. Toen had ik een persoonlijke ontmoeting met Ray. En ik was impressed door zijn perseverance, conviction, his personality. Waardoor ik ben gaan geloven in het concept. Toen het begon dacht ik, wat een gezeur. He, gewoon, daar gaan we weer. Weer een, iemand, een goeroe, waar we achteraan moeten. Maar op dit moment, het werkt, de resultaten zijn goed. En ik ben ervan overtuigd dat we die kant op moeten. He, want we kunnen niet eindeloos doorgaan met gewoon roofbouw te plegen op de aarde. Wij doen meer als alleen maar tapijttegels maken. En alle mensen die hier komen werken, die vinden daar hun eigen uitdaging in. En nu ik het alles een beetje overzie, nu geloof ik toch dat het eigenlijk wel grandioos is wat Interface allemaal probeert te bereiken. Eigenlijk hebben ze torenhoge ambities. Die 5P's, dat is niet alleen maar bijvoorbeeld milieuvriendelijk produceren, maar het gaat ook, zoals we dat noemen, de volledige duurzaamheid eigenlijk. Het heeft heel veel andere aspecten ook nog. Vanaf het moment dat je binnenkomt, kom je al in aanraking met het hele duurzaamheidsvisie van Interface. En mensen die daarop reageren van, nou, leuk, oké, blijf op dat level voorlopig even staan. En we gaan langzaam maar zeker jou proberen in een bepaalde richting te duwen. Op het moment dat je aangeeft van, oh, interessant, vertel eens. Dan word je een beetje meegezogen in het sustainability verhaal. Duurzaamheid is de kern van de bedrijfsvisie van Interface. Dus ik kan duidelijk stellen dat alle beslissingen die we nemen, alle afwegingen die we doen, daar staat duurzaamheid centraal. Dus iedere keer als we een besluit nemen over een investering, dan kijken we of het bijdraagt aan komen tot onze Mission Zero. Het helemaal duurzaam worden in 2020. Ook vanuit ons proces realiseren we dat we de meeste impact eigenlijk door onze grondstoffen die we gebruiken komen. En om van de goede grondstoffen en zo goed mogelijk producten maken, dat is zeg maar de grote uitdaging. Ik denk dat voor ons de grootste uitdaging die we nog voor ons hebben, is toch het zoeken naar uiteindelijk betere methodes van recycling, maar ook materialen die hernieuwbaar zijn. Deze hal die is sinds vorig jaar opgebouwd om de afvaltegels van de klant, waar wij onze tegels aan verkopen, dat we de oude tegels, weer kunnen verwerken in ons proces voor de eerste keustegel. Dus deze afdeling doet de tegels helemaal vermalen. Dus de garen worden gescheiden, de granulaat en de afdekvlies die onder de tegels zit. Het doel van de re-entry is dat we al onze tegels wat hier uitgaat ook weer terug zou komen. Als ik zie op technisch gebied wat er allemaal over innovaties zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat technisch gezien dat het mogelijk moet zijn om een tapijttegel te introduceren die geen negatieve impact meer heeft op het milieu. Wat ik denk over Mission Zero van engineering functie uit, is dat wij juist heel veel mogelijkheden hebben vanuit engineering. En dat er ook tegenwoordig gewoon heel veel mogelijkheden zijn om, om veel zuiniger met energie om te gaan met het product zelf. Ja, achter ons staat het nieuwe parel van Interface Scherpenzeel. Het is onze nieuwe Precoat-lijn. We draaien nu op het ogenblik al met de testrun al op 32 meter per minuut. En dat is vergelijkbaar met de oude Precoat-lijn het dubbele van wat we normaal draaien. En bovendien besparen we er een enorme hoeveelheid energie mee. Gegarandeerd 40%, maar wij gaan natuurlijk voor een hogere besparing. En we verwachten zelfs dat we straks de dubbele lijnsnelheid kunnen halen. Met hetzelfde gebruik aan energie, dat betekent dus een 50% energiebesparing. Projecten als deze is het gewoon vitaal belang dat alle afdelingen met elkaar samenwerken. Al in een vroeg stadium betrekken wij ook de mensen voor productie erbij. En een van de hele goede suggesties die we ook eigenlijk met deze lijn hebben doorgevoerd is om de logistiek aan te passen. En dat heeft eigenlijk betrekking op het terugvoeren van de tapijt als het gedroogd is en gekoeld is, door een overhead transportbaan weer terug naar het begin. En op die manier hebben wij alle transportbewegingen geconcentreerd op één punt. En de heftruckbewegingen beperkt. En dat zijn een mooi voorbeeld van hoe productie en engineering samenwerkt en uiteindelijk tot een oplossing komt.
Ik moet zeggen dat het, als je het hebt over betrekken van echt je hele, alle werknemers in de verschillende afdelingen, of het nu productie is of finance of marketing. Het belangrijkste is dat je ze de kans geeft om uit te vinden wat Mission Zero voor hen betekent. Dus dat ze het kunnen vertalen in hun dagelijkse werkzaamheden. Ambassadeursprogramma bij Interface, zoals we dat hebben opgezet, noemen we het Fast Forward to 2020 programma. Dus om zo snel mogelijk naar 2020 te komen. Waarom heeft Interface het ambassadeursprogramma? En dat is eigenlijk om ervoor te zorgen dat meer mensen betrokken raken bij het programma Duurzaamheid. Het bestaat uit een aantal fases. De eerste fase is een pure introductie in sustainability. En daarna krijg je wat uitgebreidere informatie, wat uitgebreidere dagen waarin je zaken bespreekt. Als mensen heel erg gemotiveerd zijn, kunnen ze zich met motivatie opgeven voor level 3, ambassadeur. Met motivatie. En dat houdt in dat ze een training krijgen. Meestal werken we daarvoor samen met Forum of the Future. En ze moeten dat afsluiten met een paper, hoe zij in hun rol kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling Mission Zero van Interface. Het project wat ik voor mijn level 3 training heb gedaan was proberen het aantal persoonlijke printers te verminderen. Dus mijn project wat ik ingediend heb en wat nog bekeken wordt en waar ik mee op ga starten, is om toch te zorgen dat het bijvoorbeeld informatie wat beter beschikbaar is en dat ook dat meer gaat leven voor mensen. Met name binnen productie, toch kleine stappen proberen te creëren. Daar is TPM en Lean Manufacturing een hele belangrijke bij. Daaruit kunnen ook weer grotere innovaties getriggerd worden. So we decided to use the TPM Lean process to connect our workforce to Mission Zero. And to use the large number of improvement proposals that you get out of a lean process and a TPM process as a way to generate steps to Mission Zero. En dat kunnen dus technische projecten zijn, het kunnen hele eenvoudige verbeteringsplannen zijn, het kunnen dus inderdaad ook projecten zijn op een stukje milieubesparing. Wat we doen is gewoon wekelijks een audit om de zaken gewoon te checken. En dan doe ik het via mail van jongens, dit is fout gegaan met de foto's en dit is goed. Dus om zodoende de aandacht vast te houden. En daarnaast doe ik dus elke maand een nieuwsbrief. En om het mensen zeg maar vertrouwd te maken met TPM. Als men een idee heeft, hè, is een goed idee waarvan iemand denkt van hé, daar kan Interface wat mee. Vooral met sustainability, dat maar als voorbeeld te noemen. Daar komt hij ermee naar zijn teamlijnen, praten erover, uit te diepen, andere afdelingen bij te betrekken. En kijken of het haalbaar is en of het uitgevoerd kan worden. Als er hier al dingen gedaan worden, dan gebeurt dat meestal groepsgewijs bijvoorbeeld. Dan denk daar eens over na, wat zou je kunnen veranderen, wat zou je kunnen verbeteren. Er zijn veel lessen en veel veranderingen, maar zijn in kleine zeg maar, mate. Maar er zijn ook heel veel grote dingen die worden zeg maar, uitgevoerd of verbeterd door ideeën van de medewerkers. Dus dan noemen ze dat verbeterpunt. Dus als je ziet dat je iets kan laten veranderen, dat het voor beter wordt, kan uitpakken voor het bedrijf, dan kan je dat idee ook op papier zetten. Maar dat is meestal met een groep van een paar mensen. Dus dan komen jullie meestal zien dat de sterktechouder, die komen bij elkaar. En gaan ze een beetje brainstormen over een punt. En van dat alle ideeën kiezen jullie wat het meeste, de goede en het is wat haalbaar. Dat als wij dat willen uitvoeren, dat veel succes kan boeken. Als mensen een goed idee hebben en we zien dat ze daar heel druk mee zijn en het komt tot een goed idee. We belonen ze niet in het materieel opzicht, de waardigheid van de mensen. De mensen trots maken, dat proberen we, trots te maken op het idee wat ze verzonnen hebben, dat is een idee, dat verzin je. En dat het ook uitgewerkt is aan de lijn of in de fabriek of in heel Interface. We proberen het trotse gevoel van de mensen juist naar boven te krijgen. Dat is veel waardevoller, denk ik, als wat dan ook. Vroeger werkte ik dus op de naaldveldlijn, dat is het oudste proces om tegels te maken. En daar hadden we last van kleurverschillen aan de linkerkant van het tapijt en de rechterkant. Wat werd veroorzaakt door wrijving.
Toen kwam ik op het idee om daar een infrarood warmtemeter op te zetten, links en rechts, en dan de temperatuur gelijk te krijgen. En dat resulteerde dus in veel minder afval, omdat de kleur dan gelijk bleef. De grootste verandering dat ik kan zien hier in Scherpenzeel, echt een stuk veranderd, veel efficiënter, omdat de machines zijn natuurlijk heel erg aangepast. Dus veel minder afval. De mensen zijn ook echt gemotiveerd ook om zuiniger en minder afval te produceren. Onze hoofdtaak is het onderhoud van de apparatuur en al de hele equipment. Door dat zo efficiënt en goed mogelijk uit te voeren, blijft het productieapparaat van Interface volledig up-to-date en hebben zo min mogelijk storing. Dus dat gaat hier continu door eigenlijk, hè? Het verbeteren van de dingen die we ook al hebben. De voordelen van een ultrasoon is dat je veel en veel minder uitval hebt. Want vroeger had je heel veel uitval en nu heb je veel minder, dat het rechter snijdt en sneller. De laatste jaren zijn we zo vooruit gegaan met de modernisering. Het gaat steeds sneller. Eerder draaiden we 12,5 meter per minuut en nu draaien we 25 meter per minuut. 24 tegels in één keer. En ik heb ook gezien nou, in de tijd dat ik hier werk dat de Cool 2 gebouwd is en dat ook de re-entry ook op gang gekomen is. Dus dat is eigenlijk dan de P van product. Maar het begint natuurlijk ook met de P van people. Dat is waar alles mee begint, de relatie tussen werkgever en personeel. En die P van people, dat houdt voor mij zo'n beetje in van het personeel is niet alleen voor het bedrijf, maar het bedrijf is er net zo goed voor het personeel. Wat er vandaag eigenlijk aan de hand is, is eigenlijk de mooie grote familiedag. Eigenlijk hebben we onze werkende mensen. Die zijn hier natuurlijk, ja, normaal zie je ze in de fabriek. Alleen nu zie je ze natuurlijk inderdaad werkelijk in hun vrije tijd, met hun kinderen, met hun vrouw. Eigenlijk is dat een stukje fantastisch beeld om te zien. Ze krijgen een heel mooi ander beeld van mensen en groeien ook veel beter naar elkaar toe. Ik denk dat de collega's die hun familie meegenomen hebben naar deze dag, een groot deel verteld hebben over sustainability zoals die hier gebruikt wordt. Samen met hun familie, hoe zij erover denken, ik vind het een heel goed ding. Het is ook een hele populaire dag en het is een dag van ontspanning en waarin vooral ook de familie en kinderen laten zien wat wij hier eigenlijk doen bij Interface. Is het fantastisch ook, ik ben er trots op wat we hebben gemaakt en ik wil dat ook graag delen met ze. Toen het hier 6 jaar geleden voor mij begon met Mission Zero, ben je op een gegeven moment open-minded hiervoor. En dan ben je op een gegeven moment vatbaar voor alles wat met Mission Zero te maken heeft. En op dat moment hoor je natuurlijk alles wat er ook mee te maken heeft. Dus je gaat er ook op letten. Ook in je eigen thuissituatie ga je erop letten. Dus voor mij was het iets moois om erin in mee te maken eigenlijk. Well, in general, I think we engage people by involving them in our mission. I think it took us a long time to convince people and to make sure that we're all singing from the same song sheet. I think that took quite a few years. I think it's currently integrated almost in our DNA. Het papier, het karton, alles wordt bij ons gescheiden. En ja, daar houden we zeker wel rekening mee. Ook met wat betreft energieverbruik. Niet onnodig verlichting laten branden. Het zijn allemaal kleinigheidjes, maar dat tikt wel allemaal aan om ervoor te zorgen dat je toch zo min mogelijk een voetafdruk aflaat in het milieu. Ik ben absoluut wel optimistisch om dat we 2020 wel gaan halen. Nou, weet je, ik denk dat we al heel ver zijn, maar om Mission Zero 2020, dat, ik denk niet dat wij dat helemaal gaan halen. Dus we hebben wel meer tijd nodig, zeg maar. Misschien 5 jaar, misschien 3 jaar, maar we hebben wel iets meer tijd nodig. Ik denk dat we heel goed bezig zijn. Als je naar de missie SEC kijkt en vraagt van kunnen we dat nou halen? Kunnen we echt helemaal geen impact meer op de aarde hebben? Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja, ik ben ervan overtuigd dat we 2020 zullen halen. Misschien niet precies op die datum, maar wel in de strekking van 2020. En wat Ray Anderson eigenlijk ook al een aantal keren gezegd heeft van op het moment dat je een reis aanvaardt, moet je een doel stellen. En ik denk 2020 is natuurlijk het einddoel geweest. Maar op het moment dat we het niet precies halen, zal dat denk ik niet een drama zijn. Maar de reis die we er naartoe gemaakt hebben, is natuurlijk al heel innoverend. Dat die sociale innovatie, mensen anders laten denken, hun gedrag proberen te laten aanpassen, dat is zeg maar de kern van het, van het,
van het duurzame logistiek verhaal geworden. We hebben heel veel gesprekken gehad met diverse transportbedrijven. En wat we vonden is dat bij al die transportbedrijven duurzaamheid nog niet op de agenda stond. Als ieder bedrijf een klein stukje doet wat wij doen, dan denk ik dat de wereld er een stuk beter uitziet. Mijn harte wens zou zijn dat elk bedrijf overal op de wereld zou willen doen. Dan geven we iets moois door aan onze kinderen en kleinkinderen. Ik denk dat het een fantastische ambitie is die Interface heeft. En daar houd ik van. Het is denk ik heel belangrijk dat er zulke bedrijven zijn. Want zulke bedrijven kunnen juist verschil maken in de wereld. Ik ben nu op leeftijd om gepensioneerd te worden. Dat spijt me eigenlijk heel erg. Ik zou best nog 10 jaar verder willen gaan. Ray Anderson heeft dat in een van zijn speeches ook eigenlijk al gezegd, om erover na te denken van wat gaan we doen naar Mission Zero? Hoe gaan we verder? In ieder geval niet achteroverleunen, maar zorgen ervoor dat als wij tapijtegels maken, dat we het milieu verbeteren. Gekscherend kan je zeggen van dat er in de buurt wordt gezegd, hé, de lucht is vervuild vandaag. Ja, hoe komt dat? Interface heeft een vrije dag. Dus die manier moeten we nog verder gaan.